tussen de wereld is van het jaar. De terugblikavond, zou ik willen zeggen, we staan er niet gunstig voor, maar u moet zich troosten, de anderen ook niet. En dat is altijd heerlijk als je met elkaar de misère ingaat of uitgaat. Dat weet ik nou niet helemaal zeker. En er is weer een lichtpunt, dat wil ik u niet onthouden vanavond. De heer Van Acht heeft vanmiddag nog verklaard, hij heeft het roer nu weer stevig in handen. En nou maar hopen dat er een schip aan vastzit. Laten we eerlijk zijn. We moeten vanavond eerlijk zijn, hoor. Ik zeg de dingen ronduit, dan moet je niet kwaad worden. Jullie mogen ook ronduit zeggen. Laten we eerlijk zijn, dit is geen regeren. Nee, dit is geen regeren. Dit is schipperen na schot. En toen hebben ze, dat vind ik zo mooi, dan moet ik nou eens aan denken, nou dus vannacht is hij 2 jaar bezig. Toen hij pas kwam, toen schreven de kranten en zeiden de mensen, de kudde graas zonder herder. Nou, dat hebben ze wel geschreven, dat weet ik zeker. De kudde graas zonder herder. Nou is hij 2 jaar aan de gang geweest, dan heb ik het wel gezien, hoor. De herder neemt de kudde te grazen, laat ik dat maar doen. Ja, het grote, grote geluk is natuurlijk, het geluk is met de domme, zeggen ze wel eens, maar dat is bij Van Acht niet waar, want dat is veel te veel, nee hoor. Maar het geluk is natuurlijk dat de grote tegenspeler in het CDA, Aantjes, is tijdelijk uitgeschakeld. Voelt u het accent op tijdelijk liggen? Nou, dat is goed. Hij is tijdelijk uitgeschakeld. Dat is natuurlijk, Aantjes mag de Kamer dan niet meer binnen. Ik weet niet of dat ook voor eeuwig is. Maar wij zijn altijd zo goeier in Nederland. Hij moet weer wel een baantje hebben, weet je wel. En dan heeft hij nog een hoop noot op zijn zang. Het moet wel een bestuurdersfunctie zijn. Ik heb al gedacht, zou Lijn 3 niks voor hem weten? Nou, als hij door de brug zakt, zijn we aan het hele gedonder, hoor. Het is zo mooi, daar moet ik dan weer zo om lachen, hè. Wij zijn een typisch Nederlands volk. Wij waren laatst in Apeldoorn, hè. Wij komen overal. Hè. Waren wij dus ook in Apeldoorn. Dan heb ik me ontzaggelijk verwonderd dat ze daar heel serieus bezig waren met de functie voor Aantjes te zoeken. Geef ik u te raden, het was geen flauwekul, het is ook geen grap, het is de volle waarheid. Ze waren daar bezig, functie voor Aantjes, en die hadden ze gevonden, ik had er nog nooit van gehoord, commissaris van de Echoput. Wow. Ik wist niet eens dat dat bestond en dat kon worden, dat wist ik helemaal niet. Maar dat kon niet, en nou komt het mooie, dat kon niet, want de Echoput, ik weet er allemaal niks van hoor, maar de Echoput schijnt nu weer enorm in de belangstelling te zijn, en er komen 's morgens vroeg al grote gezelschappen, en dan begrijpen ze natuurlijk, of hadden begrepen, dat die gezelschappen dan 's morgens vroeg al in die put zouden roepen, wie was er fout met de Germaantjes? En dan zou Aantjes nog vroeger uit de veren moeten dan het gezelschap om onder in die put te gaan zitten en te kunnen roepen, Mente! En als ik dat dan allemaal zie en als ik allemaal doordenk, dan denk ik, lieve mensen, waar is het nodig voor geweest? Al die waanzin, hè, professor Lou de Jong, man die ik zeer apprecieer. Ik heb niet alles van hem gelezen, want dan was ik nou al aan de derde. Nou goed. Wereldoorlog dan. Maar in ieder geval, juist uit hebben de derde onherroepelijk helaas. Dus het leest nooit uit. Nou goed, in ieder geval, maar ik kan me niet begrijpen waarom heeft die professor de Jong dat allemaal uit de doeken gedaan. We doen er niks mee. Heel verhaal van Aantjes was niet goed en weet ik veel, moesten we allemaal. Daarna kwam Lunch aan de beurt, er was ook iets verkeerds mee. Of met zijn broer, dan laten we even midden. En toen was hij ineens bij prins Hendrik. Dat is toch geen geschiedenis schrijven, dat is je bureau opruimen. Doe me nou lol, zeg. Op zo'n manier, als hij aan 12 te delen is, komt u bij Jacoba van Beieren. Waar ze die dure valken wel vandaan haalden. Ik denk van commissaris van Zond, anders begrijp ik het ook niet meer. En hij heeft een groot ochtendblad, ja, we moeten even gauw weer praten. Hij heeft een groot, veel gelezen ochtendblad. Veel gelezen, oh, u weet wel, dat is de tijd. En die hebben dan, ja. En die hebben dan, nou, het kind van prins Hendrik hebben ze dan opgespoord. Het kind is 61 inmiddels. Ja, het kind is 61. En nu is de regering bezig, want die is altijd bezig, terwijl we dat niet merken. Maar de nee. Nou, is de regering, is onze regering bezig of dat kind van prins Hendrik op 30 april toch ook op het bordes mag.
Ja, maar het wordt wel vol op het bordes als ze doorgaat, hoor. Als die jongen aan de 12e deel is, kunnen ze beter het stadion afvuren, hè? Koninklijke familie op de tribunes en defilé op de Sintelbaan. Anders... Dat is ook zo gek, dat is erg aardig, hè? Dan ga je gaat over die dingen langzamerhand nadenken natuurlijk, dan word je toe gedwongen. Maar nu ga ik eindelijk begrijpen waarom die prins Bernhard elk ogenblik op safari moest. Hij zocht zijn zwager. Dat kan niet anders, geluk eigenlijk, hè? Wel geluk. Nou ja, weet u wat ik wel eens zeg? Waar is het nodig voor dat we alles van elkaar wisten? We moeten niet alles van elkaar weten. Als je alles wist, dan kan je hier niet meer naast elkaar zitten ook. Nou zitten jullie niet naast elkaar, maar goed, dan gaat het. Nou, jullie toevallig dan niet. Maar dat zou je niet meer kunnen. Stel je voor dat je van iedereen wist, die is lid geweest daarvan. En die heeft daarvan gezeten. En die heeft het toen opgezegd, dat het heeft zijn broer voor hem gedaan, weet ik verder. Dan kan er niemand meer met iemand omgaan. Weet u wat ik wil zeggen? Dan moet je goed op letten. Ik zeg wel eens, wie onder de ossenstaart heeft gekeken, lust de soep niet meer. Heb u het beeld helemaal voor ogen, dan gaan we weer door. Nou ja, wat dacht je nou? Wat dacht je nou bijvoorbeeld? Stel je nou voor dat bijvoorbeeld zo'n wiegel alles van vannacht wist en vannacht alles van wiegel. Dan hadden de twee laatste mensen die nog geen ruzie hebben in het kabinet, die hadden het dan ook. Het is toch zo, vannacht en wiegel kunnen het culinair zo goed samen vinden, wist je? Culinair. Ja, die gaat er altijd samen, heb je dat nooit gezien? Die gaan altijd samen eten in de House of Lords. Heb je dat nooit gezien? Ja, er staan altijd plaatjes van in de krant. Van achter Wiegel is echt Haags, die eten in de House of Lords. Oh, dat is zo mooi, zie je zo'n mooi gedekt tafeltje. Je krijgt er honger van, hè? Mooi gedekt tafeltje, een stukje gebraad op tafel, vind ik mooi, hè? En wijn in een mandje, weet je wel, waar dat nodig voor is. Bij ons ligt de kat daarin, maar goed, daar gaat het weer. En dan zitten ze daar samen zo lekker zich te goed te doen. En vanachter Wiegel, weet je wat ik dan altijd denk? Paap en smulpaap. Nou ja, dit wist je toch allemaal van tevoren. Als het mij hadden gemaakt, een coalitie tussen het CDA en VVD, dat houdt geen stand, jongens. Het rijke en het roomse leven, dat gaat niet samen. Nee, dat gaat niet samen, dat is dood gewoon. Twee geloven op één kussen, daar slaapt Nelly tussen. Heb je dat wel eens gehoord? Ik denk dat Nelly geen oog dicht doet, dat denk ik. Maar dat doet er allemaal niet toe. En dan zitten ze met 10 dissidenten daar in het CDA. Ja, dan willen ze nog niet eens dissidenten. Weet je wat het betekent, dissident? Nee, ik weet het ook niet, maar ze willen zo niet genoemd worden. Dat vinden ze vervelend, dissidenten en zo. Dissidenten zijn loyalisten. Zeg maar ook niks, loyalisten. Wat zijn nou loyalisten? Dat zijn antirevolutionairen die de R niet kunnen zeggen. Ik heb altijd gezegd, en dat weet u wel, dat komt altijd uit, ik heb gezegd, Wiegel is de partij van Pien en Poen. He? Dat heb ik altijd gezegd, dat heb ik 3 jaar geleden al gezegd. Het is nog hetzelfde, een partij van Pien en Poen. En vannacht is van het vrouwtje en het houtje. Het vrouwtje en het houtje. En dat is zo mooi, bij het wisselen van de kapiteins. He? Of kapiteinen, dat kan me nog niet verschillen. Maar bij het wisselen van de kapitein, laten we het zeggen, bij het wisselen van de premiers. He? Zie je, dan wisselen ook die vrouwen, hebben we als gemeen. Want de vrouw van Joop... He, dat was Liesbeth. He, dat hoort echt bij Joop en Liesbeth. Dat weet u toch nog? Wij zijn ook nog. Wij zijn meestal bed. Bed zijn we wel. Rode bed zijn we ook wel eens. Ja, rode bed zijn we al. Zag ze er heel slecht uit. Bleke bed. Maar niet altijd. Niet altijd. Maar de vrouw van vannacht heeft een hele andere naam. Dat voel je ook. De vrouw van vannacht, die dat vind ik een sympathieke, charmante vrouw, houdt zich helemaal op de achtergrond. Die heet Eugenie. Eugenie. Voel je hoe je toch langzaam afzakt naar het zwoele zuiden? Voel je dat niet? En Liesbeth, ik hou er wel van, hoor, maar dat was een harde, hoor. Dat was een peperen noot uit Buitenvelder. Een peperen noot uit Buitenvelder. Ja, Eugenie is een andere Maria-kaakje uit de Heilige Landstichting. We hebben een gek land, hè. Je kan er eigenlijk helemaal niks van zeggen. Weet u nou bijvoorbeeld hoe we er aan het eind van het jaar voor staan? Weet u nou, zijn we nou straatarm of schatrijk? Er zijn mensen die zeggen, we zijn schatrijk, we leiden armoe op een goudmijn. Ja, andere mensen zeggen, we zijn straatarm, ik weet het niet. Daarvoor ben ik dan naar de Tweede Kamer gegaan, in die nacht van vannacht, zal ik maar zeggen. Ik heb het aangezien van 10 uur 's morgens tot 2:15. Ik ben er nog moe van, zal ik eerlijk zeggen. Ik denk, dan weet ik hoe we ervoor staan. Ik weet het nog niet.
Nou, ik weet het niet met jullie dan. Maar ik troost mezelf. In de klokkenwinkel weet je ook nooit hoe laat het is. Wij zijn, het is natuurlijk idioot, want we kunnen schatrijk zijn. Ik weet nog precies, 10 jaar geleden geloof ik, ontdekten we die aardgasbel. Weet je nog? Weet je nog hoe we het zongen? We de aardgasbel, kan je het nog herinneren? Weet je het nog? Ja, weet je nog? Nou, dan weet je het verkeerd, want dat hebben we nooit gezongen. We hebben nooit gezongen. We hebben een aardgasbel, zeiden we. We schoot mee opschappen, we hebben een aardgasbel en zo. En de Belgen met een daar pest in, die zijn wel al jarenlang een elektrische. En wat doen we nou met al dat aardgas? Dan zouden we schatrijk zijn en dan verkopen we het weer. En hoe meer aardgas we vinden, hoe duurder het wordt. Ik hou me hard vast dat er nog een bel wordt aangeboord. Bij Slochter of zo. We verkopen ons aardgas. Moet je even kijken. Het is geen flauwekul, want op het eind van het jaar zeg ik alleen maar ernstige dingen. Wij verkopen ons aardgas voor een dubbeltje aan Italië. Per kubiek. Dat heeft Lunch nog in orde gemaakt. Ja. Nee, dat was nog na zijn lidmaatschap. Maar dat doet er nog niet. Ja. Heeft Lunch voor ons in orde gemaakt. Italië verkoopt het voor 20 cent aan Algerije. Die zou het vloeibaar maken en dan verkopen het dan voor 30 cent aan ons. Nou, dan ben je toch gek? Gek, jongens, we zijn gewoon gek. Laten we het nog maar meteen zeggen, we zijn gek. Maar je merkt het niet, omdat we het allemaal zijn. We hebben het in de gaten. Het is er zo, we kunnen niks hebben, kunnen nergens meer tegen. We zijn een land ook, hittegolven en als het koud wordt, allemaal niks. 3 dagen hitte is bier uitverkocht. Altijd. 4 dagen glad is het zout op en 5 dagen oorlog hebben we geen kogels meer. Maar het is zo jong. Zo jong. Onze soldaten zijn de best betaalde ambtenaren van de wereld. Eigenlijk zei, want ik maak vanavond natuurlijk geen grappen, dat moet je niet erg vinden. Ik maak vanavond geen grappen over ambtenaren, want nou, dat is, vind ik niet helemaal op mijn weg liggen. Omdat ik kom zelf uit een ambtenarengezin. Daar ben ik in grootgebracht en mijn hele ontwikkeling heb ik ook te danken aan ambtenaren. Mijn hele ontwikkeling. Ik weet alles half en van die helft weet ik de helft niet zeker, maar verder... Nou, heel ontwikkeld. Vandaar dat ik geen grappen hoor, maar vanavond geen grappen maken over ambtenaren. Vind ik misselijk en goedkoop. Ik zie niet in wat er om ambtenaren gelachen kan worden. Ik heb in Den Haag nog meegemaakt, liep elke ambtenaar die zichzelf respecteerde, dat waren ze allemaal. En die liep daar. En die liepen in Den Haag, dat is jaren geleden, liepen elke ambtenaar liep dan met een paraplu, weet je dat? Dat is nou niet meer nodig, we houden nou elkaar de hand boven het hoofd, maar dat is onzin. De ambtenarenvereniging, wacht nou even, er komt nog meer, wacht nou even. De ambtenarenvereniging op het ogenblik, de grootste ambtenarenvereniging van het land, de APFA, die hebben 1.200.000 leden of zoiets. De APFA is een geweldige vereniging, die staat ook onder de energieke leiding van de heer Dutman. Ambtenaren hebben een moeilijk leven. We mogen niet staken, wist je dat? Ambtenaren mogen niet staken, zou ook geen effect uitmaken. Ze hebben nou gedreigd met een snelheidsactie. Moet je ook aan denken, hè? Moet er niet aan denken dat dat zou gebeuren. Dat is verschrikkelijk, hoor. De grote vraag die ik u aan het eind van het jaar zou willen stellen, een zeer serieuze vraag, waarop ik graag een antwoord zou willen weten. Verdienen ambtenaren nou meer of minder dan ze verdienen? Wil u mijn antwoord weten? Ik zeg, degene die het vuile werk doen, verdienen schoon te weinig. Oh. En als deze motie met zitten blijven is aangenomen, dan stel ik voor om Hare Majesteit de Koningin meer salaris te geven. Ja, want vannacht laat haar de troonrede voorlezen. Ja. Ja. Ja, daar kan er geen Turk voor krijgen. Oh. Oh. Die zit. Waar ik er nog zo in had, moet even kijken. Nee, die is op. Ik heb laatst gelachen. Hebben jullie dat nog gezien? Dat is ook alweer 3 maanden geleden. Hebben jullie dat nog gezien op de televisie of kijken jullie geen televisie?
Maar ja, ik hoorde, ik sprak laatst een intellectueel, want ik ga met iedereen om. Ik heb me niks over. Sprak laatst een intellectueel, die zegt tegen mij, over televisie zegt hij, soms kijken wij nooit. Heb je dat laatst gezien? Nou, ik geloof dat het begin september was, dat wil ik afwezen hoor. En toen was er een hele grote demonstratie van ambtenaren in Den Haag, dat zal ik nooit vergeten. En waren ze met grote autobus en spandoeken, waren ze van heinde en verre gekomen, zeg. En de hele dag onderweg en zo, en het werk ging gewoon door. Hoe ken je dat nou? Nou, toen kwamen ze op de Malibaan en allemaal uitgestapt. En toen zijn ze allemaal gaan lopen naar het Binnenhof en de brede politie erachteraan. Ik heb een rot gelachen, zeg. Ja, maar dat hoort helemaal niet. Nee. Er zijn bepaalde regels voor jullie. Ik ken ze ook niet allemaal uit mijn hoofd, hoor. Maar nee, ik geloof dat het een optocht is of een demonstratie of zo. Daar rijdt de politie voorop. Ja, waarom, weet ik ook niet. Het staat in de reglement of protocol. Misschien protocol. Ja, protocol. En nou reed ze erachteraan, achter die ambtenaar aan. Ik ging nog naar een van die agenten toe. Ik zeg, waarom rijden jullie in godsnaam achter die ambtenaar aan? Hij zegt, meneer, dan zijn ze om 5 uur niet thuis. Dan moet je toch ook eerlijk zeggen, hoor. Dan moet je toch eerlijk zeggen, ik vind het een beetje bezopen, hoor. Ja, ik ga me er niet mee bemoeien met politiebeleid. Maar als we zo weinig mensen hebben om dan een hele brede politiekolonne, of hoe heet dat dan, brede politiekolonne om achter die ambtenaren aan te sturen. Want we zitten natuurlijk enorm krap met onze ambtenaren. Dat begrijp je natuurlijk, met onze brede politie, maar ook met de straatagent. Ja, dat heeft we hebben in Amsterdam ontzaggelijk mee te kampen, eigenlijk. Hè. Ja, een ontzettend moeilijke situatie is dat. Nou, dat is veel te krap in de politie eigenlijk. Ze nemen wel maatregelen, daarvoor is dat nou gemengd surveilleren eigenlijk. Hè. Ja, maar dat heeft allemaal tijd nodig, begrijp je wel? Dat heeft allemaal tijd. Hoewel die agenten steeds jonger worden, of ligt dat nou aan mij? Ik zag de laatste inlopen op de oude zij, zag, goed, zeg, was een kind? Dat was een kind, zo'n kopje en zo'n pet erop. Ik wist niet wat ik zag, ben er naar hem toe gegaan. Ik zeg, weet je moeder dat je hier loopt? Ja, dat is de Rotse buurt, jongens. Dat is de Rotse buurt. Dat heb je overal. En Rotterdam. Rotterdam, nee, we gaan nu iets leuks beginnen. Hè? In Rotterdam hebben ze experiment eigenlijk. Daar maken ze het Eroscentrum. Heb je dat toch gelezen? Eroscentrum. Dus ik zal maar zeggen, dat is het idee. Al die meisjes met elkaar in één huis. Heb je begrepen, hè? Ik zal maar zeggen, 13 in een kozijn. Hoe vind je dat? Leuk, hè? 13 hapklare brokken, vind je het mooi? He? Met de burgemeester van Rotterdam aan het hoofd, een soort souteneur-generaal. Zo zit het in elkaar. Hé, jongens, zitten we ouderwets gezellig, zeggen ze eerlijk. Zitten we ouderwets gezellig, hè? Vind je het zo gezellig dat jullie er zijn, hè? Zou je niet afrollen? Nee, we zitten echt... Nee, want dan moet je bijbetalen. Ik vind het gezellig zitten. Hè? Ik vind het alleen zo jammer, want ik heb daarnet al gezegd, je hebt op die oudejaarsavond altijd een beetje haast. Hè? Omdat ik mocht niet voor 10 uur beginnen. Waarom? Ja, weet ik veel. Dan zit geloof ik de evangelische omroep zit daarvoor of zo. Gods eigen tros. En dat mag je niet doen natuurlijk. Hè? Nee, dat kan je niet. We moeten om 12 uur moeten we eruit, want dan moet het vuurwerk de lucht in. Dat vind ik ook niet prettig. Ik zit altijd tussen de dominees en de gillende keukenmeiden in. Dat is ook niet prettig. We hebben elkaar zo lang niet meer gesproken, laten we nou eerlijk zijn. Goed, mensen, hoe lang is het niet geleden dat we elkaar gesproken hebben? Dan moet ik even hetzelfde... Ja, ik weet het al. Na die laatste keer. Ja, na die laatste keer sprak ik u niet meer. Het was toen ook oudejaar. We waren nog zo jong. Ik weet nog dat ik zong. Komt heus wel voor elkaar. Aantje zat nog op fluweel. Mente zat in tegendeel, in de Nor, in Blaricum. We hadden nog die goeie raketten en geen probleem waar wij die zouden zetten. Heel Nederland was nog tevreden en niemand zei nog ja, maar bedoelde nee. Want dat is toen die hele avond gebeurd. Heb u dat kamerdebat, heb u dat helemaal uitgezeten? Wie heeft het helemaal uitgezeten? Zeg nou eens eerlijk. Dat zijn er ook maar een paar, zeg. En de rest is gewoon naar bed gegaan. Beste wat je kon doen. Maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Nee, niet demonstreren. Dat mag niet. Maar als je vroeger naar bed bent gegaan, en dan heb je het slot niet gemist. Want ik heb het slot meegemaakt. En dat weet niemand. Ze heeft niet in de kranten gestaan ook, hoor. Maar het slot was fantastisch. Toen waren de camera's lang naar huis.
En toen de gelovigen, zou ik ze willen noemen, die zijn als één man opgestaan. En die hebben in de kamer daar staan zingen van... Zeg maar ja tegen de NAVO, zeg maar ja tegen de NAVO, van je amen en je gloria, Joegreen. Zeg maar ja tegen de NAVO, zeg maar ja tegen de NAVO, anders zegt er de VVD nog nee. En dan was het kabinet gevallen. En daar moet ik niet aan denken. Nou even dan. Hirohito, Burma spoorlijn, Hiroshima flauwekul. Uren, dagen, maanden, jaren, aan verloren in gelul. Aan de muur van het oude kerkhof hoor je 's nachts Lili Marleen. Schimmen uit een ver verleden vliegen als een schaduw heen. Zeg dan nee tegen de NAVO, zeg dan nee tegen de NAVO, zeg dan eerlijk en gewoon dat je het verdoet. Zeg dan nee tegen de NAVO, nee tegen de NAVO, en in godsnaam dan maar zien wat er van komt. Ja, als dat gebeurd was, je moet met andere dingen zeggen, als dat gebeurd was, vannacht had ze er toch weer uitgered, hoor. Maar vannacht, vergis je maar niet, hoor. Er zit een kopje op. Een kernkopje. Ja, neem me niet kwalijk. Hij heeft nog kort geleden weer gezegd, regeren is vooruitzien. Tot december 81. Ja, dan zijn de verkiezingen, gaat hij toch naar huis kunnen, wat schelen verder. Nou ja, sommigen denken dat dan, sommigen denken helemaal serieus dat vannacht en Den Uyl dan nog een keer samen zouden kunnen. Nou, forget it. Vergeet het betekent dat. Nou ja, ik doe een paar dingen in het Engels en je hebt mensen die zijn die taal niet zo machtig en dan hebben ze niks aan zo'n avond. Dus dat wil ik nou doen. Forget it. Den Uyl en vannacht samen, dat wordt niks meer, jongens. Ik heb daar dingen van gehoord. Je hebt het toch zelf gezien dat het Kamerdebat, Den Uyl had al een beetje zo'n treiteren en vannacht werd bijna boos of zo. En toen werd Joop weer boos, je weet wel. En ze zei vannacht toch van toren lost niks op. En toen pakte Joop die microfoon, weet je wel, maar brengt wel onwaarheid aan het licht. En dat vond ik een mooi moment. Ik denk, nou kan je het verder wel vergeten hoor. Samenwerken is net. En daarna heb ik dingen gehoord, moet je niet zeggen dat je het van mij hebt gehoord. Maar daarna zijn die ruzies nog, niet zeggen dat je het van mij hebt, want er zit autoriteit in de zaal en daar wil ik het niet voor weten. Nee, maar daarna hebben ze ook nog in de wandelgangen, daar zaten ze. Zogenaamde zitten in de wandelgangen, dat komt heel veel voor. En daar zaten ze en toen is het helemaal tot een treffer gekomen. Kinderachtige ruzies. Je kan het niet geloven, de kinderachtige ruzies. Moet je niet zeggen dit van mij. Op het laatst wilde Van Acht dat Den Uyl gij tegen hem zou zeggen. Zuigen niet uit mijn duim, zulke dingen kan je niet verzinnen, meneer. Dat kan je niet verzinnen. Die dingen gebeuren. Ja, je kan wel lachen. Het is niet te geloven, maar die dingen gebeuren. Juist de ellende ervan. En dan te bedenken dat er mensen zijn die denken dat ze nog samen gaan. Nou, het eerste beste als het weer een kabinet Den Uyl vannacht wordt, waar ze dan over struikelen, is abortus. Want dat ligt nou in de ijskast, dat doet er ook geen goed aan, hoor. Nee. En je moet maar denken, als je daarover gaat beginnen, heeft iedereen zijn eigen opvattingen natuurlijk. Ik denk over die dingen ook na, en andere mensen ook. Ik denk dan juist in deze dagen, denk ik wel eens, ja, abortus, denk ik wel eens. Geschiedenis is natuurlijk bekend en zo, maar ik denk bijvoorbeeld wel eens, misschien... Nee, ik denk wel eens, als Maria destijds... Hè, als Maria destijds zelf had mogen beslissen... dan was Den Uyl nou misschien muzelman geweest. Wij accepteren de geschiedenis zoals die tot ons komt. Maar het had toch ook heel anders kunnen zijn. Als er die nacht wel plaats was geweest in de herberg.
Dan zaten we nou misschien met zo'n klein Hilton-hotelletje onder de kerstboom. Ik weet toch niet. Nee, ja, en bovendien, het is geen sprake van, laten we het vergeten. Forget it, laten we zeggen, forget it. Zeggen ze, op het laatst had hij een beetje om. Nou, maar in ieder geval, vergeet het dan maar allemaal. Want Joop zegt tegen mij, hij zou voor geen geld van de wereld met de VVD samen kunnen. Met Wiegel helemaal niet. Ik zeg, maar, hij zegt, je kan met liberalen, met VVD'ers, kan je niet samenwerken. Zegt Joop de Uyl tegen mij, ik weet het ook niet. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, een echte VVD'er, echte liberaal, kan de buikriem niet aanhalen. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, die draagt Bartels. Die draagt Bartels onder zijn driedelig kostuum. En dat kan je altijd zien. Ja, daar zit er een. Laat eens kijken even. En laten we even kijken, want je kan het zien. Je ziet hier altijd die bommetjes van die Bartels zitten. Die bommetjes hier zitten. Laten we even kijken. Vinden mensen leuk? Nee, niet deze. Hier, die bommetjes. Nou, niet doen. Niet doen. Vooral niet meewerken. Kan mij wat schelen. Alleen in de Kamer werken ze mee. Voor de rest kan het niks schelen. Nou ja, trouwens. De Nijl had nooit samen mogen gaan met de vakbonden natuurlijk. Hè. Dat mag helemaal niet. Wel, nee, je schijnt het eruit. Ik zou maar zeggen dat die vakbonden zijn oppermachtig. Hoeveel die van Veen bijvoorbeeld, die speelt altijd tegen die vakbonden in. Van de werken, nee, niet van de piano. Nee, die naam komt vaker voor. Maar het is van Veen is van de werkgevers. Hoe heb je wel eens gezien? Van de werkgevers. Hè? Als ik hem zie lopen, vind ik hem een goed gevuld loonzakje. Voor de image. Voor zijn image is dat niet goed. En dan zit hij te praten met Wim Kok, die vind ik wel aardig, maar te mooierig. Begrijp je wel? De laatste tijd vooral. En dan zitten ze, hè, dan zit hij van Veen daar en Wim Kok. En dan zitten ze uren te zeuren op de televisie over een procent meer of minder. Weet je wat ik dan denk? Dan denk ik van Veen, jij kan het best missen. En van Wim Kok, en jij hebt niet nodig. Dat denk ik. Ja. Arie Groeneveld is een heel andere figuur. En dat zie je aan die scherpe havingskop. Heb je wel eens gezien? Arie Groeneveld is streng. Als je niet precies doet wat hij zegt, kan je het werken wel vergeten. Arie Groeneveld vecht op het ogenblik voor een 35-uurige werkweek. En dat wil Wim Kok niet eens, want die zegt van hem moet hem wel staken. Zo. Heb u nou wel eens gemerkt, dat vind ik zo gek, hè? Is u wel eens opgevallen? Ik denk over de dingen na. Maar ik heb wel eens gemerkt, bij een staking zijn er altijd meer werkwilligen dan normaal. Ja, het is helemaal, het hele bedrijfsleven is moeilijk. Er zijn al werkgevers die vragen zich af, is er een bedrijfsleven na de dood? Ze hebben het ontzettend moeilijk op het dood. En er zijn nog andere mensen, kan ik helemaal niet uitstaan. Die weten van politiek de bolle aflopen, om maar eerlijk gewoon te zeggen. Kwam laatst iemand aan me toe, die zei, waarom kan de Uyl dan niet met koekoek samen gaan? En dan weet hij ook, dat de Uyl met koekoek, dat kan helemaal niet krijgen, vogelpest. Ik kan nog niet, dat kun je helemaal vergeten. Laat me eerlijk weten, de hele boerenpartij ligt op zijn achterwerk. Ik geloof de boerenpartij, die hebben nog één herinneringszeteltje, dus ook wat. En Koekoek ligt er helemaal uit. Toen hij 25 jaar Kamerlid was, krijgt iedereen de leeuw. Hij heeft hem niet gehad. Hij was nog kwaad ook. Hij zegt, waarom krijg ik geen leeuw? Ze zeggen, nou, je kan niet eens op twee ponies passen. Nee, wat dat er gaat, zit natuurlijk heel moeilijk. Hè? Want die hele boerenpartij, dat kun je ook helemaal merken aan die reclame. Wisten jullie over het... Ja, dan moet je niet zeggen dat je dit van mij hoort, hoor. Nee, want ik krijg een hoop gedonder, want het is toch algemeen bekend in een paar dagen, want zoiets hou je niet geheim. Maar weet je wat ik... Nee, Sinnes, weet je wat ik te laat... Ik zeg niet dat het waar is, maar ik verkeer veel in kringen, zal ik maar zeggen. Hè? Ik heb ja, veel in kringen. En in die kringen zeggen ze dat... Ik wist ook niet of het waar is. Maar daar zeggen ze dat die een groot gedeelte van die sterreclame is helemaal in handen van de politieke partijen. Van de politieke partijen. Ik zou maar zeggen, ik drink melk, u ook, dat is van de boerenpartij. Maar het is natuurlijk Rijnse onzin. Ik drink melk, u ook. Ik loop in de sloot, jij joopt. Dat kent dan niet. En melk moet, wat is er dan voor waanzin? Melk moet, we moeten helemaal niet. Melk moet helemaal niet. Maar goed, dacht u echt dat melk moet? Ja. Wat zoet. Ja, ik zie, je hebt zo'n kop. Ja. Melk moet alleen omdat anders die boeren verzuipen in de eigen melk. Maar de koe geeft geen melk. Dan moet het er met kleine rukjes uittrekken, weet je dat? Hè? Ja. Daarom kijk je zo graag aan. Ik vind het leuk als een boer zit te melken. Dat rustig overleg tussen melkgever en melknemer. Maar raar.
Jongens, die hele reclame die is allemaal in handen van de politieke partij. Ik zal je nog één doen. Die rotreclame, zou ik maar zeggen. Ik zou de PM van Pampers met die natte billetjes. Dat is van Waterstaat, wist je dat? Ja. Ja, dat zijn de billetjes van Nelly Smit. Nee, die gaat erover. Het zijn niet haar. Dat vind ik toch een eigenaardig mens. Ze heeft zo'n eigenaardige vocabulaire, die Nelly Smit-Kroes. Laatst kwam ze ergens vandaan en zei ze, ja, ze voelde zich genomen. Ik denk, je hebt aanleiding gegeven, dus. Hè? En hebben die reclame, weet je wat ik ook zo'n rot reclame vind? Daar word ik ook zo zenuwachtig van. Komt altijd op het laatste van de avond van die man met die zwarte cape. Hoe vinden jullie dat? Die dan die in dat halve kasteel, hoe vind je dat? Daar word ik zo bang van. En die gaat dan om 10:55 die enge trap op zich. Met die enge cape, dat haardvuur voorbij. Daar wordt iets verbrand wat niet goed is, hoor. Dat weet ik zeker. En dan gaat hij met die zwarte hoed, gaat hij die trap op zich. En die hele trap, die kraakt. En 5 minuten later had ik net zo'n trap op naar boven. En die muren, die gaan allemaal heen en weer. En dat voor je het slapen gaan. Ik doe er geen oog van dicht en achter de deur hoor je dan klok, 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 klok. Ik denk, God zal weten wat daar gebeurt. Ze zeggen, je hoeft er helemaal niet bang voor te zijn. Het is gewoon Marcel van Dam die onze sherry opzuipt. Maar ja, weet het ook niet. Weet je wat ik gehoord heb? Maar het is misschien helemaal niet waar, hoor. Dus ik heb gehoord dat als je in de Tweede Kamer, het is nou in overweging, als je in de Tweede Kamer shirtreclames toe zou staan, zouden we helemaal geen belasting meer moeten betalen. Hoe zou je het je wel kunnen schelen, al die kamerleden in een shirtje? Met een ei hoort erbij, zou ik maar zeggen, hey, wat schelen? Ik heb me niks schelen. Klopt, dan ben je er schelen, joh. En dan komen ze met die onzinverhalen aan en dan zeggen ze, ja, maar de koningin zou dat niet leuk vinden. Dat is onzin, want onze koningin is de leukste koningin die er op de wereld op het ogenblik bestaat. Zoveel koninginnen hebben we trouwens helemaal niet. Leuke koningin, ja, dat zeg ik niet alleen, maar ze is reuze populair. Maar ja, dat is net een enquête geweest en die liegen niet, ze is tweede man van het jaar geworden. 1 van 8 hebben die gelezen. 1 van 8, 2 koningin, 3 André van Duin. Nou, dan zie je dat toch wel weer. Ik vind het reuze mooi, ik vind het een leuk mens hoor. Ik vind de koningin een geweldig mens, ik kan rustig zeggen. Soms zou ik er een ander volk gunnen. Geloof maar gerust, onze koningin op. Heb je de kerstreden nog gehoord? Daar staat ze helemaal achter. Ze zit er wel bij, vertel mij. Ze staat erachter, dat voel je. Vind ik zo mooi. Onze koningin is ook een beetje links, hoor. Jawel. Koningin, ja. Nou, vertel mij wat. Als ik zeg wel eens, als onze koningin 1 dag later was geboren, dan was ze socialist geweest. Mevrouw zit meneer uit te leggen dat april 30 dagen heeft. Ja, goed hoor. Goed hoor, ja. Heel goed gezien hoor. Heel goed. Ja. Nou ja, de koningin voert... Wat dacht je dat de koningin voor de lol in die gouden koets ging rijden? Doe mij nou een plezier, zeg. Wel, nee, dus ze voert er niks. Verschijnt eruit. Doet ze alleen voor de prinsjes. Prinsjes vinden het zo leuk. Prinsjes zeggen nog 3 nachtjes slapen gaan opa en oma weer gek doen. Koningin is zuinig, die vindt het gewoon zonde van trelden. Dat is het ook eigenlijk. 6 paarden, en die staat 364 dagen op stal om 1 dag te trekken. Dat is toch ook onzin? Gaan ze ook allemaal veranderen. Die paarden gaan weg. Volgend jaar wordt de koets getrokken door Rien Poortvliet. Ja, daarvoor liep je er nog naast en nou mag je ertussen. Dat is ook mooi, hè? En als het helemaal niet meer doorgaat, mag u op het dak gaan zitten. Dat is ook fijn. Ah, koningin, het is leuk. Je wil helemaal niet dat de hele stad wordt afgezet omdat de gouden koets eraan komt. Onze koningin is democratisch, vind ik niet leuk. Ik heb wel eens gezegd, een echte democratie zijn we pas als de troonrede een kwartier te laat begint, omdat de gouden koets in een file heeft gezeten. Ja, is het zo. Dat zou toch mooi zijn? Ah, als ik dat allemaal denk en ik zie dan naar andere landen en zo, ik kijk naar Engeland en zo, nou ja, dat moet ik al, ik ben niet zo Engels georiënteerd hoor, ik weet niet. Ik vind ook een grote fout, we hadden Engeland nooit in de EEG moeten halen, een grote fout geweest, hè. Dat is een grote fout, een heel grote fout hebben we daar gemaakt. Engeland in de EEG, Engeland denkt dat EEG betekent Engeland en Groot-Brittannië, maar dat betekent niet. Weet je wat ik een leuk mens vind? Die Margaret Thatcher, dat vind ik een leuk mens. De Iron Lady, de ijzeren mevrouw. Zo even vertalen voor de mensen. De Iron Lady, hè? Dat hebben wij niet. Ja, we hebben vannacht Jantje Beton, maar wij hebben niet. Ah, maar Margaret Thatcher, zo, ja, dat ligt ook niet overal goed, hoor. Want in Rhodesia, nou, na die omwenteling, dat noemen ze haar nou gemene bits.
Straks, wacht maar jongens, straks is het volgend jaar. Als het volgend jaar een beetje gaat zoals we allemaal lopen, hebben we niemand meer nodig. Let op mijn woorden, mark my words. Mark my words, in 1980 hebben we niemand meer nodig jongens. Hè? Dan halen we olie uit de Noordzee en haring uit de Rijn. Ja, hoef je niet meer te zouten. Mevrouw, dat gauw door, hè? Dat mevrouw, gauw door, zeg ik dat? Ja, dat vind ik mooi, mevrouw. Nou, geeft allemaal niks, jongens. Volgend jaar 1980, hè, dat vind ik, wordt voor mij ook een belangrijk jaar, hoor. 1980, 31 december 1980, dan hoop ik 25 jaar bij de VARA te zijn. Als de VARA het beleven mag. Het is me daar een keetjes, maar een rotzooi, daar kan je geen voorstelling van maken, hoor. De een naar de ander wordt eruit getrapt en zo. Wat de VARA nodig heeft, is gewoon een sterke man. Een sterke man, zoals in het Midden-Oosten, een soort VARA-tollah. Dat hebben ze nodig. Dat heeft de VARA nodig. Elke partij die zichzelf respecteert, heeft een sterke man nodig. Hè? Hoe vinden jullie Lubbers? Hoe vinden jullie nou Lubbers? Hoe vind je die nou? Wil ik nou wel eens weten. Die komt niet veel op de televisie, een soort testbeeld. Net als Boersma vroeger. Die had dat ook, een soort testbeeld. Gek is dat, hè? Hoe was u vroeger, als hij op de televisie kwam, Lubbers, dan zei ik altijd, scheer je weg. Maar dat heeft hij gehoord en is nou zo glad als een aap. Ik weet niet, hoor. Als een naal, zeg je. Als een naal, geloof ik. Zo glad als een naal. Dat is een goede vergelijking, eigenlijk. Ja, ik bedoel, Lubbers is goed, maar ik bedoel, die mensen, dat vind ik zo jammer van het kabinet, van het nieuwe kabinet. Kennen jullie ze allemaal? Dan zei, nee, ik ook niet. Dat is gek, hè? Nee, lieve mensen en zo, maar ik weet niet, het is geen sprekende figuur, hè. Ik bedoel, ja, als ik zo tegen oude jaar, als ik ze tegenkom, dan groeten ze mij beleefd en zo. En ik groet dan beleefd terug, maar ik weet niet wie het zijn, dat vind ik zo vervelend. Dag! Weet niet wie het zijn. De enige die ik ervan ken, dat is die van het vroegere kabinet, hoe heet ik weer met die bril op. Ja, die is een die in het andere kabinet nog zat. Hoe heet die nou? Van der Steen bedoel ik, Van der Steen. Weet je wel? Ja, die zei het vroeger, ja, waarom die is gebleven? Ik zeg, nou, zat misschien nog statiegeld op. Weet je wel? Maar ik bedoel, je kunt deze groep kan je niet vergelijken met de jongens van Joop, hoor. De jongens van Joop, daar hebben we wat mee afgelachen. Ja, ah, die jongens van Joop. Dat was mooi, dat komt nooit meer terug, hoor. Jongens van Joop, ah, de jongens van Joop ten Hel, dat was een. Wij zijn jongens van Joop ten Hel, hebben we nog gezongen. Dat was mooi, zeg. Je hoort er niks meer van, die jongens. Waar zijn ze, wat doen ze? Een enkele keer hoor je nog eens heel in de vechten. Rinkel, de kinkel, de kinkel, de kinkel. En dan gaat er weer een asbak door een dure spiegelruit van 25.000 gulden. En dan zeggen ze vrienden, Henk rookt te veel. Dat zeggen ze. Ja, dat komt nooit meer terug. Jongens, Jantje Pronk, daar hebben we wat mee gelachen. Jantje Pronk, ah, god, ik breek me de bek niet over. Die was van ontwikkelingssamenzwering, zeggen ze. Jantje Pronk, weet je hoe wij hem noemden? Onderling Malle Jan, dat was mooi. Malle Janne, als hij daar ging overnachten, dan haalden ze de bomen vast binnen. Zo was dat. Die ging zelf dat geld naar die negers in Afrika, ging die zelf brengen, weet je dat wel? Ja, dat ik die negers in Afrika op de televisie zag dansen, dan dacht ik altijd, het geld van Jantje Pronk is binnen. Hoi, 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 hoi. Hij werd er ontvangen. Nou, in sommige landen was hij zo gezien, werd hij met pauselijke eer ontvangen. Soms moest hij uit het vliegtuig gedragen worden. Ah. Ah, dat was mooi. Ah, dat was mooi. Nee, nee, de laatste keer niet. Toen werd hij er voor de start al uitgemieterd. Maar wat weer het mooi. En nou heb je een hele andere ploeg. Je hebt met hele andere mensen te maken. Een hele andere mensen. Ik bedoel, goede mensen, brave mensen zijn ook zeer bekwame mensen. Heel bekwame mensen. Maar ik weet, de man hoeft weer bijvoorbeeld al bedaan. Albeda. En dat vind ik een vriendelijke man, maar zo somber. Hè? Zo somber met die bril. Als hij ineens op dat scherm verschijnt, dan denk ik, oh gut, er is wat gebeurd. Ja. Met die generatiekloof op zijn gezicht. Nee. En, ik zou maar zeggen, en Bela, ik doe maar even alfabetisch, want dan Belaerts van Blokland.
Nee, want als je er een overslaat, vind ik zo sneu voor die mensen. Belaerts van Blokland, dat vind ik ook een beste man, een leuke man. Als je moet lopen, is het nog een eiland. Maar verder heb je er eigenlijk niks aan. Die gaat dan over de woningnood, daar heb je helemaal geen minister voor nodig, want het verandert toch nooit. De enige manier om ooit een einde te maken in de woningnood is al die Kamerleden uit hun huis te zetten en ze onderaan de lijst te plaatsen van woningzoekenden. Dan heb je het al. Nou, en heb je, hoe heet die man ook weer, die nou net weer een beetje op de voorhand is, vind ik ook een bekwame man. Hoe heet die ook weer? Van der Klauw, die bedoel ik. Van der Klauw, oh, hoe vinden jullie die? Ja, vind je ook een vriendelijk man. Die heeft een gezicht of die nou wel bij Madame Tussauds staat. Heb je dat gezien? Gek is dat, hè? En dan, als hij dan met Van Acht op reis is, dan houdt hij uren zijn mond. Dat vind ik juist zo goed van hem, hè? Want hij heeft heus wel wat te zeggen, hoor. Hij zegt ook, ik moet het hele vak nog leren, zegt hij. Ik denk dat hij geen minister is. Hij zou die stage lopen. Dat kan misschien ook zijn. Nou, dan heb je Pijs bijvoorbeeld. Dat is nog niet helemaal van mijn overtuiging. Dat is een hele conservatieve man. Maar die moeten er ook zijn voor het evenwicht. Ja, ja, dan gaat die weegschaal helemaal om. Dus bedoel, conservatieve mensen moeten... Maar Pijs is heel conservatief. Is van het onderwijs. En die, wil, die is dan voor de zinsontleding. Hoe je daar nou voor kan zijn. Men zegt, hij is bang dat hij het onderwerp zal worden van het gezegde dat hij eigenlijk het leidend voorwerp is. En dan heb je, hoe heet die man ook weer, Tuinman bijvoorbeeld. Tuinman. Nee, juist niet. Nee, daar heb je nou de grote fout. Nee, ja, dat is helemaal niet dom opgemerkt. Mevrouw dacht dat hij van landbouw was, maar dat begint nou net de ellende. Kijk, als je nou een man als tuinman, dat is nou een van mijn bezwaren tegen dat kabinet. Het is zo chaotisch. Nou, heb je zo'n tuinman, dan moet hij natuurlijk landbouw hebben. Nee, die krijgt een verkeer- en waterstaat. Daar kan geen mens onthouden. Wat heb je daar nou al? Verkeer- en waterstaat, die gaat over de files. Tuinman gaat over de files, die roept ze zelf om. Heb je dat nooit gehoord? Elke morgen om 8 uur kan je hem horen. Op de weg Breda-Rotterdam staat een file van Breda tot Rotterdam. Heb je dat niet gehoord? En om 5 uur roept hij ze weer om, maar dan de andere kant op. Heb je dat niet gehoord? Nou ja, ik zeg niet, hij is een autootje pissen. Dat is niet, maar het is toch ook niet een man van blij dat ik rij. Hij is meer van stik in je blik. Ik zeg het helemaal eerlijk hoor, ik ken de man persoonlijk niks. Is meer zo'n aardig mee gezegd, ik ben geen tuinman, man. Ik ben geen tuinman, man, eerlijk. De vrouw, mevrouw Gardeniers, dat vind ik een leuk mee. Dat vind ik een leuk mee. Til, Til, dat wil ik al, ik mag Til zeggen. Dat geeft iets van erin en uitvliegen, heb je dat ook? En een charmante vrouw, dat vind ik een leuk vrouw. Want ze is van cultuur, of daar hangt ze aan, ik weet nou niet precies. En dan toch charmant, en dat zie je heel zelden hoor, heel zelden. Ah, weer reuze leuk mens, vind ik. Het schijnt nog feministen te zijn ook. Feministen. Feministen. Weet ik niet, dan moet je zelf maar even nakijken. Dat weet ik ook. Nee, je hoeft toch niet alles te weten wat ik noem. Feministen moet je... Heb je thuis een encyclopie? Nou, zoek het dan even op in je encyclopie. Moet je hier niet gaan zitten zeuren, want dat houdt op. Nee, dat houdt ontzettend op, daar heb je niks aan. Ben behaast. Als je hier naartoe gaat, moet je van zelf een beetje onderlegd wezen. Anders heb je niks te delen. Want ik wil worden je feministen. Wat is een feminist? Zijn vrouwen zonder kant aan de broek? Dat zijn het eigenlijk. Huh? Wat dan wel? Schrikdraad. Dat denk ik. Ja, wat is dat nou? Een waanzin. Ja, stomme vragen, stomme antwoorden. Wat heb je daar nou aan? Nee, feministen, ik weet, feministen, dat zijn vrouwen die vinden dat de vrouwen gediscrimineerd worden. En dat vind ik ook. Daar ben ik het mee eens. Vrouwen worden nog altijd gediscrimineerd, ben ik het mee eens. Eerlijk, hoor. Ik geef een voorbeeld, vrouw kan nog altijd geen paus worden. Nee, vrouw kan geen paus worden, terwijl de kleding zich daarvoor leent. Zeg, en toch zouden we gek opkijken, zeg, als je op een ochtend wakker werd, zeg. En de deuren van het Vaticaan gingen wagenwijd open. En op het balkon verscheen een enorme negerin. Dan waren we uit de discriminatie. Geloven jullie erin dat het ooit bereikt wordt, zeggen ze eerlijk? Bij die vorige paus wel, dan had je kans. Want die vorige paus, die maar zo kort paus is geweest. He, dat vond ik, daar was ik zo weg van. Die vorige paus, maar heel even eigenlijk paus geweest. Ja, daar heb ik wel weet van gehad, hoor. Dat vond ik zo'n lieve paus. Ja, vorige paus. Zo'n lieve man. Hij wees ons niet alleen de weg naar de hemel, maar hij ging zelf voorop.
Maar ja, deze paus is een heel andere paus. Ik kan niet vergelijken, dat is onbillig. Een heel andere paus, ook een sympathieke man, maar een heel andere opvatting. Het is gewoon 180 graden omgedraaid, laat ik eerlijk wezen. Dit is een reispaus, dat is heel wat anders. Reispaus, waarom is het niet goed? Ik zeg, dit is een reispaus, is het niet goed dan? Paus die veel op reis gaat, kun je toch zeggen reispaus? Nou, waarom kom je daar zo? Dat doe je wel. Ik ben wel oud, maar niet blind. Ik zie toch wat je doet, ik zeg het is een reispaus. Kom, kijk, dat doe je het weer, moet je kijken. Nou, dan weet je zelf niet dat je het doet, dan moet je toch even naar laten kijken, maar dat is heel vervelend. Heel vervelend, zit voortdurend van zo, dat is dan iets. Hebben ze dat nooit tegen je gezegd? Heel beetje van zo. Dat is een reispaus, kijk, je blijft zo, dat is een reispaus. Zoek het dan even op in je encyclopie. Met hun samen heb je maar één encyclopie. Gaan jullie maar naar huis, ga de bom erop zitten. Ga maar opzoeken, gauw. Die encyclopie. Heb je weer iemand die niet weet wat een encyclopie is? Dat is ook mooi. Ik krijg een vicieuze cirkel in een encyclopie op gaan zoeken wat een encyclopie betekent. Kun je dat doen? Dan kom je er nooit meer uit eigenlijk. Nou, dit is een reispaus, laten we nu eerlijk weten. Gaat veel op reis, eerlijk waar. Geweldig, dit is een hele moderne man. Hij gaat, maakt de halve wereld is hij al over geweest, wist u het? Hij heeft een grote straaljagers, gaat in de hele wereld over. En zijn preken worden uitgezonden per satelliet. En de boodschap die hij aan de wereld brengt is dat alles zo moet blijven zoals het 2000 jaar geleden was. Dat is zijn opvatting en dat moet weer bieden. Allemaal. Hij heeft een leuke gewoonte. Als hij in een vreemd land komt, heb je dat wel eens gezien? Dan kust hij de grond. Heb je dat wel eens gezien? Heb je nou, je kan niet zien, want die dekens hangen eroverheen, zeg maar. Ja. Maar de eerste keer dat ik het zag, dat zag ik nooit vergeten. Toen ging hij naar Mexico. Dat was geloof ik zijn eerste reis. Eigenlijk. Toen was hij al reispaus eigenlijk, hè? Ja, je doet het. Maar goed, je zat weer te doen. Maar goed. Nou, ik ga de andere kant op kijken. Toen was hij al reispaus, begrijp je wel? Ik heb niks gegeven. Nou. En toen ging hij naar Mexico, moeilijk, laat mij nog wat zeggen, moeilijk. Ging hij naar Mexico, was reuze mooi zeg. En dan heb ik, is op de televisie helemaal uitgezonden, heb je niet gezien? Oh, dat was fantastisch joh. Zag je dat vliegtuig uitkomen, zo uit de hemel hè. Hij kwam zo van huis zou je kunnen zeggen. Hij kwam zo. En hij kwam dat vliegtuig landen zeg, dat was indrukwekkend. Het was zo mooi zeg. En dan kwam de trap weg aangereden, kon je allemaal zien zo mooi. En dan kwam hij helemaal zo die trap af joh. Dat was indrukwekkend en dan stond hij daar en toen kuste hij de grond. Ja. En als je goed luisterde, hoorde je moeder aarde zachtjes zeggen, moord. Zeg, moet je horen, een week later kwam Jimmy Carter ook naar Mexico. Die deed het ook, maar die rook of er olie zat. Laat je dat maar vertellen. Nee, wat dat er gaat is het eigenlijk. Maar ja, nou hebben we natuurlijk, we zitten ook heel anders natuurlijk. Hè. Ik zeg wel eens, zo paus, zo bisschop. Dat is een oud spreekwoord geloof ik, zo paus, zo bisschop. Nou krijgen Gijs en Simonus weer hun kans. En Schillebeek, die heeft geen schijn van kans. Schillebeek. Ja, zijrivier van de Waal. Ja, is goed. Die hebben geen schijn van kans. Die Gijs, neem je niet kwalijk. Dat is een conservatief. Die is zo conservatief als de hel, weet je dat? Oh, die Gijs, ik heb gehoord met de kerstmis mag in zijn kerk een kaarsje niet flikkeren. Wees maar blij, laten we nou maar blij wezen dat hij hier geen eerste minister is geworden, want er mag toch niks meer. Gijs aan het roer, schijn maar uit, moet er niet aan denken. Dan hebben we een soort demodictacratietuur. Dan mag er niks meer, en wat dan nog mag, dat moet. Nee, geef me dan maar vannacht. Vannacht was als minister van Justitie niet zo goed eigenlijk. Hè. Nee, maar dat was ook zijn begintijd. Was hij nog erg jong en zo. Hij heeft de hele criminaliteit heeft hij, eigenlijk onderschat. Daardoor zijn die gevangenissen allemaal overvol. Gevangenis kom niet in. Nee, gevangenis kom niet in. Nee, maak je schijnvakantie of ja, als je geld hebt, zoals Menten, maar anders niet. En dat is het mooie van Van Acht, die heeft een zacht karakter en dat kan hij niet hard maken. Dat is, vind ik, heel mooi. Want ja, wij vergeten te gauw, wij vergeten het jaar is nou bijna om. Het is nog, hoe lang hebben we nou nog? Moet even kijken, een uur, een goed uur en is het jaar om. Nou, en dan moet je toch nog even de goede dingen ook zien. Want januari van dit jaar, dus direct de eerste maand, herinner je wat een debaculeuze toestand er toen in de wereld was. Vooral in Nederland wat de sneeuw aan gehad. Het sneeuw, dat is idioten. Je mag nog blij zijn dat het hele jaar niet heeft gesneeuwd, want het was het jaar van het kind. Ja.
Ja, dan kan je volgend jaar is het jaar van de bejaarden. Gaat pekelen, heb je dat al gehoord? Nou, en toen kwam Vannacht, toen is Vannacht als enige, dat moet ik eerlijk zeggen, die is naar die boeren in Groningen gegaan, kan je niet meer herinneren? Wel waar, daar lag 3 meter sneeuw. En die boeren waren radeloos en die heeft hij toegesproken. En heeft Vannacht tegen die boeren gezegd, niemand mag schade lijden door dit noodweer. Dat heeft Vannacht gezegd en dat zal allemaal vergoed worden. En dat is hem in Den Haag niet in dank afgenomen. In Den Haag zeggen ze nou, bij slecht weer Vannacht binnenhouden. Maar ik vind dat niet helemaal. Hij doet het op de televisie. Jongens, jongens, jullie zullen ook nooit eens waarschuwen. Het is 5 voor 11, weet je dat? Achter het nieuws gaat beginnen. Jullie, waar denk je dat al die kabelrotzooi voor is? Achter het nieuws gaat beginnen. Het is 5 voor 11. Ik ga er zelf ook naar kijken. Wacht, een interessante uitzending. Achter het nieuws is altijd zeer de moeite waard. Ik ga er zelf ook naar kijken. Ja, dames en heren, vanavond in deze uitzending slechts 1 onderwerp. Hoe kan het ook anders met het nachtelijk kamerdebat nog zo vers in het geheugen? De bom onder het kabinet vannacht is niet ontploft. Het gevaar van een kabinetscrisis is voorlopig geweken. En Den Uyl, die zich zo hoopvol warm liep in de wandelgangen, is teruggestuurd naar het oppositiebankje. Zou dat tweede kabinet Den Uyl er nog wel komen? Immers, vannacht zit sterker in het zadel dan ooit tevoren. Hoe heeft dat toch allemaal zo kunnen komen? Hoe is dat gelopen? Wat is er allemaal gebeurd tussen de val van het eerste kabinet Den Uyl en de laatste geforceerde overwinning van regering Vannacht? Dat willen we u graag laten zien. En daarvoor gaan we eerst terug in de geschiedenis. We gaan terug naar een zeer fatale datum. We gaan terug naar 23 maart 1977. De toenmalige minister-president Den Uyl deelt de Kamer in sobere woorden de val van zijn kabinet mee. Voorzitter, ik heb de Kamer mee te delen dat hedenmiddag 6 ministers van KVP en AR-partij hun ontslag hebben aangeboden aan de koningin. Het is niet aan mij. En zeker niet op dit ogenblik en op deze plaats om uit te maken en uit te meten wie daaraan schuld heeft en wie de verantwoordelijkheid draagt voor dit feit. Maar ik krijg hem nog wel. Vanavond bij ons in de studio, de man die het woord kernwapen niet meer kan horen, onze eigen minister-president, meneer Vannacht, welkom. Het zijn voor u zeer zware weken geweest. U heeft er deze week wat kalmer aan kunnen doen. Nu gaat het gerucht dat u hier bijna niet had kunnen zitten, want het gerucht gaat dat u vanmorgen van de fiets zou zijn gevallen. Is dat waar? Nou, ik zou zeggen... Wie kan dat gerucht beter tegenspreken dan ikzelf? Ik ben namelijk niet van de fiets gevallen, dat is mijn manier van afstappen. Er wordt hier in Politiek Den Haag wel eens gezegd dat u meer verstand heeft van fietsen dan van regeren. Misschien is het aardig om een vraag over uw favoriete wielersport te stellen. Het is u ongetwijfeld bekend... Meneer Vannacht, het is u ongetwijfeld bekend dat Zoetemelk is ingelijfd in de ploeg van Peter Post. Denkt u dat die Zoetemelk nu eindelijk eens kans maakt om de Tour de France te winnen? Nou kijk, ik zou er dit van willen zeggen. En wel het volgende. En dat komt eigenlijk hierop neer. In de wielersport en in de politiek is het eigenlijk hetzelfde. Joop is een goede tweede. Meneer
meneer Van Acht, hoe lang denkt u nog eerste te zijn? Nou, dat is weinig van te zeggen. Ik dacht en hoop ook wel tot 1984. Maar waarom juist tot 1984? Nou, dan komt de paus naar Nederland en die kun je echt niet door Joop laten ontvangen. U zegt nu tot 1984, dat is een zeer belangrijk gegeven. Er wordt hier in de wandelgangen wel eens gezegd, die vannacht als minister-president, dat is een gebed zonder end. Nou ja, dat is allemaal mooi gezegd, maar als ik amen zeg, is het afgelopen. Er heeft gisteren in het NRC Handelsblad een bericht gestaan dat u zo in de tijd van de crisis van de kernwapens met de gedachte heeft gespeeld om af te treden als minister-president. Wat of wie heeft u van die gedachte weerhouden? Eigenlijk niemand. Eigenlijk niemand. En dat was voor mij de reden om door te gaan. Meneer Van Acht, tijdens dat nachtelijk debat kon u het 2-jaar bestaan van uw kabinet vieren. Dat is toch heel merkwaardig, want ik kan me hier aan deze tafel gedaan een uitspraak van u herinneren. Toen was u lijsttrekker van het CDA. Toen verklaarde u dat u dat baantje van minister-president eigenlijk helemaal niet zag zitten. Nu bent u 2 jaar bezig, u bent niet meer weg te krijgen. Hoe verklaart u dan eigenlijk zo'n uitspraak? Nou kijk, laat ik er dan dit van zeggen. Ik honger niet naar macht, maar ik heb wel trek. Dames en heren, we onderbreken dit programma en we zijn nu rechtstreeks in de uitzending. Want er is een belangrijk feit. In deze koude, donkere oudejaarsnacht is de heer Van Acht zeer onverwacht richting Paleis Soestdijk gegaan. Dat is zeer belangrijk nieuws. Daar heeft heel Nederland al zo lang op zitten wachten. Vanaf de Heilige Landstichting is hij nu op het paleis. Daar is hij al een uur in gesprek met de koningin. Dat gesprek is nu elk ogenblik afgelopen. Ik zie hem daar inderdaad het paleis uitkomen. Hij stapt in de grote zwarte regeringslimousine. Ik zal proberen er met de microfoonkabel bij te komen. Dan kunnen we rechtstreeks in deze uitzending, in deze oudejaarsnacht, van hem horen of er inderdaad dat besproken is wat wij allemaal hopen. Ik zal proberen in deze... Meneer Van Acht, u bent onverwacht in deze oudejaarsnacht richting paleis gegaan. Dat is natuurlijk zeer belangrijk nieuws. Ik kan niks verstaan, het raampje is nog dicht. Meneer Van Acht, wat is daar binnen besproken? Nou, ik zou zeggen dat je moet een begrip kunnen opbrengen, dat is geheim. Dat is geheim. Dat kan ik niet aan iedereen gaan vertellen. Dat is geheim. Daarbinnen moet toch over belangrijke zaken zijn gesproken, neem ik aan. Oeh, dat spreek ik ook helemaal niet tegen, maar het is geheim. Goed, het is A, geheim, en B, het is schijn. Dat is geheim. Ja, maar we zitten rechtstreeks in de uitzending. We hebben hier met een aantal collega's een uur op u staan te wachten. U kunt er wel ongeveer aan... Ja, dat heb ik ook wel gezien. Je hebt nog een stukje op de auto meegereden. Meneer Van Acht, wat is daar binnen besproken? Dat is geheim, heb ik. We moeten niet voortdurend hetzelfde vragen, want dan staan we er morgenochtend nog, geloof ik. Meneer Van Acht, heeft u daar binnen uw ontslag aangeboden? Ja, ik ben daar gek. Dat moet je nooit doen, je hebt altijd kans dat staan nemen en dan sta je op straat. Nee, nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb ontslag niet aangeboden, nee, ik niet. U heeft uw ontslag niet aangeboden, is dat een vingerwijzer? Een handwijzer. Een handwijzer, smeer, ja, handwijzer. Uw ontslag niet. Heeft de koningin dan mogelijk gesproken over eventuele troonafstand? Warm. 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 Meer zeg ik niet. Geheim, maar warm. Warm. Geheim. Als de koningin van plan zou zijn om afstand te doen van de troon, wanneer zou dat dan zijn? Als de postzegels op zijn.
En dan maar hopen, lieve mensen, dat de postzegels nog lang niet op zijn. Ja. Een van de weinige lichtpunten die we in Nederland, hebben is onze koningin. Want voor de rest is het een toestand in de hele wereld, hoor. Ik durf rustig te zeggen dat ik heb een dure televisie. En af en toe het journaal durf ik nog niet eens aan te zetten. Eerlijk, het journaal van 8 uur met al die ellende, denk ik ook, goed, dan begint het al. Het begint met Fred Emmer. Ja, die doet het goed. De man kan er ook niks aan doen. Vindt het een sympathieke man, maar wordt langzamerhand voor mij de warme bakker van het onheil. Verschrikkelijk. En dan begint het allemaal direct, zie je die kaart van Iran, weet je wel. En dan is het allemaal groen gemaakt, dan denk ik, oh, daar is het gedonder daar al. Ze aan de gang een hele verhaal over meneer Khomeini. Ze weten nog niet eens hoe je die naam uit moet spreken. Khomeini. Elke dag hoor ik wat anders. Denken ze, hebben ze nou weer een ander er aan het roer. Allemaal dezelfde man. En van die man worden hele verhalen verteld. En zus en zo, maar je kan er niet uit wijs worden. Zo'n gezichtje, zoveel wol zit er omheen allemaal. Grote beret op, ik kan niet wijs maken. Misschien is het een aardige man. Als je eraf haalt, zie je gewoon kapelaan van Oudekerk. Ik weet ook. Ja. Ik weet niet, ik kan niet zeggen. Ik kan het niet zeggen. En dan zeggen de mensen, ja, maar kom hij, die is een oude man. En is hij geschikt om zo'n land te regeren? Dat is ook natuurlijk maar betrekkelijk. He, want ik zou maar zeggen, zo'n Tito in Joegoslavië, die doet het goed. Die 87 jaar, die regeert zo Joegoslavië naar mijn idee goed. Ik hoor er nooit klachten eigenlijk over. Is hij mooi? Nee, hij is 87 jaar. Hij is al voor de derde keer getrouwd met een meisje van 23. Ze zeggen, Tito vrijt toch zonder sok? Weet je ook. Vermoeien we die niet mee. Nee, ja, de jeugd van vandaag, die vinden al die mensen natuurlijk onzin. Al die oude sokken die er aan het roer staan. Kan ik me van de jeugd ook best voorstellen, hoor. Want de jeugd is natuurlijk totaal anders, hè. Ik hou van de jeugd zo'n leuke mensen, omdat ze juist zo jong zijn. En daarom vind ik ze zo aardig, hè. Ze zeggen wel eens, jeugd zou een ideale toestand zijn als ze wat later in ons leven kwam. Ja, zo zeg ik. Nee, ik vind het mooi. Ik hou van die jeugd. Maar die jeugd vindt alles gewoon. Die hele welvaart die we hebben, die vinden ze gewoon. Maar wacht maar, ze komen er ook, want dat volgend jaar, dat gaat het gebeuren, hoor. Dan moeten we allemaal een stapje terug. En ik vind het goed, hoor, mits we er niet voor uit de auto hoeven. Ik vind het mooi. Je moet altijd oppassen. Heb ik ook alweer geleerd. Dat je bij aankomende rampen niet staat te juichen. Dat is heel gevaarlijk. Heb je later spijt van. Toen de zonvloed begon, waren er ook mensen die zeiden, hé, lekker buitje. Moet je altijd voorzien. Nou ja, het is natuurlijk altijd zo geweest. De wereld heeft er waarschijnlijk altijd beroerd uitgezien, maar het werd niet zo bekend gemaakt. In mijn jeugd had de derde wereld ook honger. Of er waren geen mensen, ik herinner me nog precies, dat wij zilverpapier spaarden voor de kindertjes die niet te eten hadden. We vraagden eerst de chocola zelf op, maar goed, dat gaat er niet. Als je tegenwoordig tegen de jeugd zegt, ja, de derde wereld heeft honger, dan zeggen ze, nou, moet je daar supermarkten bouwen? Maar een waanzin, ja, meer weten ze niet. Supermarkten, nou, dat hebben ze geprobeerd, fiasco geworden. Fiasco, supermarkt in de derde wereld. Fiasco, ja, weet ik. Die vrouwen kunnen die wagentjes niet op haar hoofd hebben. Maar de jeugd heeft een heerlijk leven als je het nagaat. Ik bedoel, ik gun het ze niet, maar allemaal heel anders. Als je begint al met het hele liefdeleven, is gelegaliseerd. Is er zo, ik geloof. Ze hebben tegenwoordig 100 variaties. Ja, dat is er zo. Wat hadden wij? Nou, we hadden alleen de burgerlijke stand. Van alles. Nou, en juist vanavond, dus nu zit ik, denk van, ze denken, de kinderen zijn ook niet meer thuis, ook. Kinderen zijn niet meer thuis te houden. Echte kinderen zijn er niet meer. Ze zijn allemaal volwassenen in de dop, en zo. Hoeveel ouders zitten er vanavond niet te denken, waar is Beb nou, zal ik maar zeggen. Waar hangt Herman nou uit? Dat weten ze niet. Zou ze nog eens bellen of zo, hè, op zo'n avond? Ze weten van tevoren, ze bellen niet. Wordt niet meer gebeld, dat is niet zo. Ze zijn weg ergens, niet? Een vriend van mij heeft een dochtertje van 15. Die heeft nou al aangekondigd dat ze deze aanstaande zomer wil ze niet meer met pa en ma op reis. Nou, je kent het wel. Sta je er mooi op, hoor. Je gaat kamperen met een vriendin. Blijkt dan achteraf een vriend te zijn, natuurlijk. Maar dat kan je nergens aan zien. Nou ja, zij komt er op den duur achter, natuurlijk. Begrijp je ook wel. En pa verdedigt zich nog een beetje moedeloos, zegt hij, niet doen en weet ik veel. Maar vader is belachelijk geworden. Het wordt in 1980 nog erger. Vaders. De vader zegt, wat ga je doen? De dochter zegt, kamperen. De vader zegt, met wie? Met Koen.
En waar zijn dan je kleren? De dochter zegt, je hoeft daar niks aan. De vader zegt, waar is dat dan? De dochter zegt, ik weet niet precies. Ik geloof tussen Saint-Tropez en Nice. Daar gaat ze dan. Ze zegt, zo lang. De vader denkt, ze is nog zo jong. Alleen met Koen en Saint-Tropez. En helemaal geen kleren mee. De vader zegt, waar ga je heen? De dochter zegt, naar het zuiden. De vader zegt, met Bas? Alleen? Je haalt niet eens zijn muiden. De dochter zegt, niet over zee. We gaan over land. Turk gaat mee. Turk? Ja, een vriend van Bas. Vrachtchauffeur. Ze staat al half in de deur. Waar gaat ze dan? Naar het verre doel. God weet. Misschien naar Istanbul. Of toch naar Tanger. Over zee. Alleen met Bas. Zo'n Turk mee. Zo zitten 100.000 pa's. Vol zorgen. Diep van binnen. Helaas, helaas. Helaas, helaas. Ze kunnen niets beginnen. Want dochters zijn, zoals de maan, wel mooi, maar ver van ons vandaan. En wie ze niet heeft, weet zo goed en zo precies hoe alles moet. Maar wie ze wel heeft, zegt van haar, ach, het is mijn dochter. En laat nou maar. Dochtertje, wat ging er toch verkeerd? Kleine meisjes worden groot, dat heb ik wel geleerd. Sneeuwwitje en Roodkapje, Heer Olle en Tom Poes. Maar de allerverste horizon is nog niet ver genoeg. Geen rugzak mee, geen koffers mee, dat is niet naar de zin. Alleen een heel klein doosje mee met een pilletje erin. En zo trekken ze dan de wijde wereld in, omdat ze ergens ver weg de oudejaarsavondklokken hebben horen luiden. En nu in het jaar dan eindelijk wel eens willen weten waar al die klepels hangen. Hun ouders in dodelijke ongerustheid achterlaten, soms terecht en soms ook geheel ten onrechte. Een vriend van mij heeft een dochtertje van 6 jaar. 6 jaar. En die hebben ze gevraagd wat ze voor de kerstmis wou hebben. Dat mocht ze opschrijven. Nou, dat was geen verlanglijstje, dat was een eisenpakket. En dan geef ik u te raden wat er bovenaan, wat de eerste wens was. Kind van 6 jaar, die vroeg om de pil. Die ouders zijn ze kapot geschrokken. Ze zeggen, de pil, wat wil je daarmee doen? Ze zegt ze, nou, ik heb nou 3 poppen, nou is het wel genoeg. Nou ja, en juist op zo'n avond als deze kan ik daar dan niet om lachen. Wat gek is dat. Nee, want ik ben natuurlijk toch een oude conservatief eigenlijk. Ik hou van kerstmis, ik hou van nieuwjaar, ik hou van de oudejaarsavond. Zo'n kerstavond, zo'n oudejaarsavond, dat moet iets hebben van... I'm dreaming of a world.